Los zonder! Met op! Oh, dat is wrong. Oh, dat is wrong. Hey, 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 hey. Hier ben ik aan het over.
Was het een terechte rode kaart? Hij reageerde wel. Zijn interpretatie van de scheidsrechter. Dan kun je altijd rood geven in zo'n situatie. Dus volgens de theorie heeft hij wel gelijk, denk ik. Ik denk uiteindelijk dat we te ongeduldig werden, te snel de diagonale bal. Terwijl we eigenlijk een station verder de voorzet wilden krijgen. Hè. We hoeven niet per se de achterlijn te halen, maar wel... Ja, als je een meter of 5 tot 10 vanaf de 16 is dat helemaal niet erg als je daar een vroege voorzet kan geven. Maar dan moest het baltempo wel omhoog. Maar ja, ook moeilijke omstandigheden natuurlijk, heel glad veld. Ik denk dat we uiteindelijk in de 11 tegen 11 het veel beter deden. Hoe zuur is dat? Ja, dat is heel zuur. Een punt zou voor ons niet heel veel opschieten, zeg maar. Maar het was voor moreel wel lekker geweest met 10 man om... om er een puntje uit te slepen, zeg maar. Ik stond vrij dicht bij de 16, vond ik zelf. Ik dacht, als ik hem nu vrij kan meenemen en ik word niet onder druk gezet, ja, dan haal ik gewoon een keer uit. En blij dat hij... hij kreeg een zwabber, dus gelukkig ging hij erin, ja. Ja, anders was hij houdbaar geweest, hè, zonder die zwabber. Want je zag Drommel heel verrast kijken. Ja, nee, ik dacht ook wel dat hij hem in principe kon houden. Maar je zag ook dat die bal, naarmate hij verder bij de goal kwam, dat hij steeds meer ging zwabberen. Ja, en dan hoop je maar één ding natuurlijk. En dat hij tegen hem aankwam, dacht ik nog van, deze zit er niet in. Maar ik zag zo die bal tegen het netje aangaan en toen was ik blij. Uiteindelijk had mijn team wel een punt verdiend, denk ik. Op basis van wat ze hebben laten zien. Met name verdedigend. Ja, nogmaals, als je met een man minder driekwart van de wedstrijd speelt, dan kunnen we wel terugkijken op een behoorlijke wedstrijd. Alleen ja, je staat met lege handen. Het gaat na de winterstop stukken beter. We staan op zich vrij compact als team. En we hebben vandaag ook als team echt wel goed gevochten met z'n allen. En ja, daarom is het extra zuur als je dan uiteindelijk toch nog verliest. Soms gaan de ballen er heel makkelijk in en dan zit je in een bepaalde flow. En soms zit je gewoon in een klein dippie en dan kun je doen wat je wil. En dan mis je gewoon een bal van een meter afstand, bewijs van. Ja, dat kan gewoon gebeuren, maar ik hoop dat dat nu een beetje voorbij is. Het eerste seizoen zelf was dat iedereen dacht een beetje te veel aan zichzelf. We gingen hoog druk zetten en dat werkte niet echt. Dus nu hebben we met elkaar gezeten en hebben een betere tactiek en wat beter bij ons past. Zeg maar. Heeft dat ook met de jeugdigheid te maken? Ja, ook. Ja. Een beetje de gretigheid in het eerste seizoen zelf. En nu is het afwachtend geduldig zijn. En dat werkt beter bij ons. Hoe belangrijk is die tweede divisie voor Jong FC Twente om erin te blijven? Nou, het besef is wel dat het een prima divisie is om zeker voor eerstejaars senior, om te rijpen. Omdat je speelt tegen topklassen die weten wat gevraagd wordt. Best wel veel spelers met een BVO-achtergrond en heel veel ervaring. Dus... qua gochmen, qua fysiek, qua duelkracht, noem maar op, moeten ze echt wel aan de bak. En voetballend zou je er onderuit moeten kunnen voetballen, maar je ziet dat het gewoon heel lastig is.